In deze herfstvakantie werd er bij tennisvereniging Buitenweg weer het Bonenkamp Open Herfsttoernooi gehouden. We gingen eens kijken op de slotdag. Alle finales, hoe is het gegaan? Was het een beetje lekker weer? Was het vol te houden? Want het viel af en toe met bakken uit de hemel. Naast me zit de voorzitter van tennisvereniging Buitenweg, maar ook, je zou kunnen zeggen, de toernooidirecteur Edwin Vink. Edwin, van harte welkom. Toernooidirecteur, ik zie je even fronsen. Klopt niet helemaal? Dankjewel, René. Niet toernooidirecteur. Ik zit echt in het organisatieteam. Joost Bley en Vincent Cartalicomo, dat zijn eigenlijk de formele directeuren. Hebben we dat ook even rechtgezet. Het is de laatste dag, even terugblikken. Even wat feitjes, heb je wat feitjes paraat? Bijvoorbeeld hoeveel partijen zijn er deze week gespeeld? Hoeveel games, hoeveel bier is er gedronken? Ja, belangrijke feiten. Er zijn, doet eventjes uit mijn hoofd, 550 inschrijvingen geweest. Nee, bijna 600 zelfs. 400 wedstrijden gespeeld. Je begint over bier. Ik geloof dat er 450 liter bier doorheen is gegaan. 1200 stokjes saté, 60 liter satésaus. Elke dag hebben we een tombola met prijzen. Ik denk dat er wel 400-500 loodjes verkocht zijn. Met per trekking 10 prijzen de deur uit. Dus aantallen, vooral veel grote aantallen. Duizelingwekkende cijfers. Hoeveel liter regen is er gevallen deze week? Ja, die hebben we niet helemaal bijgehouden, René. We hebben eigenlijk een topweek gehad, behalve de dinsdag. Dinsdag hebben we natuurlijk echt een storm onder onze oren gekregen. Gonzalo kwam voorbij. Dat is behoorlijk in het water gevallen. Aan de andere kant, het toernooi staat ook onbekend, herfsttoernooi. Dat alle deelnemers toch gemotiveerd zijn en blijven om op de baan ook te blijven staan. En dat geldt niet alleen voor de wat lagere categorieën, ook de hogere categorieën. Blijven gewoon staan, vinden het gewoon leuk, snappen dat het in een herfsttoernooi wat glad kan zijn. En alle lof en alle waardering voor de deelnemers die dat gewoon keer op keer toch doen. We begonnen natuurlijk fantastisch, eerste weekend, korte broeken, 20 graden plus. Dinsdag de storm, vrijdagavond met de feestavond veel regen gevallen, echt veel regen gevallen. Er zijn maar 4 wedstrijden uitgevallen, zaterdag ingehaald. En gisteren en vandaag, ja, het is weer fantastisch mooi weer, bijna windstil. Goede temperatuur, mooie pot. Misschien alleen maar korte broeken en korte mouwen, dus fantastisch. Er zijn nog 51 andere weken in het jaar. Je bent volgens mij nu een klein jaartje actief. In het bestuur nog niet, hè? Even heel kort, hoe ga jij met je team, met het bestuur, Buitenweg weer een beetje opstuwen in de vaart der volkeren, om het zo maar te zeggen? Want het is een moeilijke tijd, niet alleen voor deze tennisvereniging, maar ook voor andere tennisverenigingen. Dan heb je zo'n mooie week. Kan je daar wat elementen uit meenemen voor andere plannen? Ja zeker. Dit is inderdaad gewoon wel een hoogtepunt in een jaar. Dat is het al een aantal jaren. Dat komt door die combinatie van deelnemers en organisatieteam, denk ik, het enthousiasme. En met name dat laatste, dat enthousiasme, dat is iets wat je wilt vergroten, wilt terugbrengen ook in de vereniging. Afgelopen jaren is dat een beetje afgekalfd. Nogmaals, dat zie je ook op meerdere verenigingen. Niet alleen tennis, maar elke vereniging. En door daar met enthousiasme, een enthousiast team, in samenwerking met alle vrijwilligers binnen zo'n vereniging, daar de verbinding te zoeken en daarnaar te zoeken naar ook nieuwe mogelijkheden voor zo'n vereniging. En ook even tredend buiten de bestaande kaders, ben ik ervan overtuigd dat met de mooie vereniging die we hebben, dat we dat echt weer terug op de rails kunnen zetten. En er weer een bloeiende vereniging van kunnen maken. En dat gaat in samenspraak tussen de vrijwilligers, de leden van de vereniging, maar bijvoorbeeld ook de trainers of de pachter. Dat is een samenspel van een aantal factoren met elkaar, die als je dat op een goede manier op de kaart weet te zetten, vanzelf zichzelf omhoog stuurt, laat ik het maar zo noemen. Positieve woorden. Geniet nog van deze mooie dag. En ik zou bijna zeggen, zoals Sonje vroeger, lekker slapen en gezond weer op. Want je zal wel wat uurtjes hebben gemist. Het tandvlees is aardig bereikt inmiddels. Maar voor de derde keer denk ik, het enthousiasme maakt dat je gewoon doorgaat en door blijft gaan. Dankjewel. Jij ook bedankt. Joost Strik, de afgelopen week wederom samen met je vrouw Lia wedstrijdleider van het jeugdtoernooi geweest. Het is voorbij, hè? Maar niet alleen deze editie voorbij, het is helemaal voorbij. Jullie gaan met pensioen. Ja, dat zou je bijna kunnen zeggen. We hebben het, in ieder geval ik heb het ongeveer 7 jaar gedaan. Lia heeft het 12 jaar gedaan. En we hebben de beslissing genomen om het stokje door te geven. We gaan verjongen. Dus we hebben iemand opgeleid de afgelopen 2 jaar. Christian, die gaat het fantastisch doen. Het is te veel om het even in vogelvlucht de jaren door te nemen. Maar wat zijn bepaalde gebeurtenissen, ervaringen, herinneringen die er nu meteen uitspringen bij jou? Wat er bij mij altijd uitspringt, dat is sowieso de gezelligheid met de organisatie. En
het kids-event met de kinderen op woensdag. Waarbij een heleboel trainers in kleine groepjes met kinderen bezig zijn. Daarna pannenkoeken, daarna een prijzen-shootout. Er doen meestal zo'n 80 kinderen aan mee en dat is feest. Blijven kinderen kinderen? Want dat, volgens mij is dat ook van alle generaties. Hè, dat er al een beetje gemopperd wordt op de huidige jeugd. Jij zit al heel lang in het vak. Hè? Ja. Hoe zijn kinderen eigenlijk veranderd? Ook hier op die tennisclub door de jaren heen? Ik denk dat kinderen niet zozeer veranderd zijn. Alleen hebben ze het heel veel drukker. Vroeger had je als kind had je één sport. En tegenwoordig hebben ze en tennis en hockey. En hebben ze bij tennis nog dit toernooi. En ze hebben de herfstcompetitie. Dus ze zijn ontzettend druk bezig. Maar kinderen... aan zich, als ze eenmaal op het veld staan, zijn voor mij dezelfde kinderen als in het verleden. Dankjewel, Jos. Graag gedaan.